Brandweermannen en vrouwen zijn helden. Durvers ten dienste van de maatschappij. Die bij nacht en ontij, met gevaar voor eigen leven, erop uittrekken om anderen te helpen. Die het hoofd koel moeten houden in de moeilijkste situaties. Maar brandweermannen zijn ook mensen die willen werken in goede omstandigheden. Met veilig en aangepast materiaal. En met de juiste procedures. Die een goede opleiding willen. Die het respect dat ze verdienen ook graag krijgen en willen gehoord worden als ze iets te zeggen hebben. Om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt, is er de Brandweervereniging Vlaanderen. Want de BVV, dat bent u. De BVV, dat is alle brandweermannen. Beroeps, vrijwillig of bedrijfsgebonden, operationeel of ondersteunend, als u bij de brandweer bent, kunt u op ons rekenen om uw belangen te verdedigen. Om dat zo goed mogelijk te doen, willen we precies weten wat u denkt en waar het volgens u anders en beter kan. Met die kennis gaan we aan de slag om onze organisatie te verbeteren. We genereren, verzamelen en verspreiden informatie die u kan helpen bij het uitvoeren van uw taak. We zoeken uit wat de beste procedures zijn, strijden voor een degelijke opleiding, bieden hulp bij arbeidsongevallen en komen op voor uw belangen bij de overheid. Zo streven we samen met u en met alle betrokken partijen naar een vakbekwame organisatie die kwaliteitsvolle brandweerzorg levert. Met respect voor elke medewerker, ongeacht zijn achtergrond. Onlangs werden de onderhandelingen over het nieuwe statuut afgerond. Ook daar heeft de BVV de belangen van de hele brandweerfamilie zo goed mogelijk verdedigd. We hebben daarbij niet altijd gekregen wat we gevraagd hadden, maar we willen u toch zo volledig mogelijk informeren over de resultaten. Om dat efficiënt te doen, komen we bij u langs op een afgesproken dag tijdens onze Ronde van Vlaanderen. We hopen van harte u daar te kunnen ontmoeten. Tot binnenkort dus. Tenminste, als u niet iets dringenders te doen hebt.